De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval op maandagmiddag op de kruising van de Naarderstraat en de Koninginnenweg. Mensen die getuigen zijn geweest van de aanrijding en meer kunnen vertellen, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Kees van Nieuwhuizen, die er in de jaren 90 voor zorgde dat Nike met een Europees hoofdkantoor en werknemers naar Hilversum kwam, wordt genoemd in het onderzoek naar corruptie rond de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij zou in 1996 40 miljoen dollar aan smeergeld hebben overgemaakt voor een enorm sponsorcontract met het Braziliaanse sportmarketingbedrijf Traffic, dat centraal staat in de corruptieaffaire. Het Dudokjaar nadert. Vanaf 1 juli zijn er in heel Hilversum allerlei evenementen te verwachten rond de 100ste verjaardag van de indiensttreding van de beroemde architect bij de gemeente Hilversum. De bestaande Dudok-tentoonstelling in de kelder van het raadhuis, dat ook door hem ontworpen is, is flink opgeknapt en zal die dag heropend worden. Uit de voorlopige resultaten van de evaluatie van de proef met het beeldscherm op de Groest is gebleken dat de meerderheid van de gemeente enthousiast is en dat het een bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel.